Het is woensdag aan het begin van de avond als ruim 15.000 FC Groningen supporters de jaarlijkse open dag van de FC bezoeken. Het is voor de fans dé kans om op de foto te gaan met hun favoriete speler of een handtekening te krijgen. Wij zijn wel benieuwd wat de supporters verwachten van het komend seizoen. Dat ze weer een prijs winnen, hopelijk. Dat ze goed hun best doen. Ik verwacht vooral qua spektakel wat meer. Wat vaker harde boten, maar ook wat vaker dikke overwinningen. Wat verwacht jij het komend seizoen van FC Groningen? Nou, wij hebben eigenlijk geen verstand van. Wij gaan wokken. Ik heb er zin in. PSV smaakt naar meer. Ik zie iets heel moois achter op jouw hoofd. Ja. Speciaal voor vandaag laten maken? Ja. En dan weet jij ook wel hoe FC Groningen dit seizoen gaat doen? Ja, heel goed. Net zoals altijd. In welke plaats gaan ze eindigen? Ik denk dat ze op 6-7 komen. Wat verwacht jij van FC Groningen dit seizoen? Weet niet. Ik hoop ergens in de top 3. Hoi, TV. Hebben ze goed aangekocht? Goede nieuwe spelers? Ja, ik vind op zich dat ze nog wel een spits kunnen gebruiken. Hoor. En misschien wat versterking voor achterin. Ik verwacht toch wel dat Botteguin uiteindelijk wel weggaat. Ik hoop dat hij nog even blijft tot na de winterstop. Ik denk dat ze voetballend veel sterker zijn geworden, ook vooral in de breedte met concurrentie voor Burnett erbij. Dros vind ik echt een fantastische aankoop, had ik ook niet verwacht. Ja, ik denk dat het wel een mooi seizoen kan worden hoor. In het stadion is er een wedstrijd tussen oud-FC Groningen en het team van supporters van de FC. De oud-spelers volgen het huidige FC Groningen nog steeds op de voet. Nou, ik heb ze afgelopen zondag gezien in de arena. Mm-hmm. En het ziet er tot nu toe redelijk uit. Dus ik verwacht toch wel dat ze in de middenmoot in ieder geval om die plaatsen voor de na-competitie kunnen strijden. Dat verwacht ik wel. Er zijn wel een paar jongens weggegaan, en met name Sherry, die wedstrijden kan beslissen. En ik hoop dat de jongens als Roesnak dat in ieder geval dit jaar oppakt. En ook op die manier beslissend kan zijn voor Groningen. Hebben ze goede spelers gehaald? Goede versterkingen? Nou, ik vind van wel. Ik vind dat ze, zoals Linsen, dat is een jongen die er prima bij kan hebben. En het is altijd maar afwachten natuurlijk. Vooraf kan je van alles zeggen, maar pas in het seizoen weet je wat je aan ze hebt. Maar ik verwacht dat het best wel goed komt. Afgelopen zondag een hele mooie wedstrijd te zien in de arena. En zwaar onverdiend verloren van PSV. En dat is gewoon hartstikke geweldig. En straks komt Hoekstra, komt er nog in, jongen. Hoekstra, de warm, Emiel. Ja, want jij bent altijd heel goed in het voorspellen. Ja. Wie het goed gaat doen in het seizoen. Hoekstra wordt hem helemaal. Ja joh, Hoekstra gaat voor eind van het seizoen 3-4 miljoen wordt hij verkocht. Ja, wat handel, Hoekstra. Even rustig aan, Hoekstra die kopte. Even rustig aan, Hoekstra. Jouw tijd die komt, jongen. En dat gaat echt gebeuren. Straks met van De Leeuw, Hoekstra in de spits, jongen. En van de zijkant en die Linsen links en Antonia rechts. Ah, dat wordt wervelwind.